Volgens de overlevering keren tijdens de nacht van de doden alle zielen terug naar de aarde om hun dierbaren te zoeken. Het is de taak van ons stervelingen om ze aan te roepen, te laten weten waar we zijn, zodat we vanaf zonsondergang verenigd zullen zijn tijdens de nacht van de doden. Er is behoefte aan het gezamenlijk stilstaan, te rouwen, als ook te genieten, op multiculturele en niet-religieuze wijze. Wij schrijven bij in het eeuwige licht vanavond met bouwnummer 453, Kashiella. K-H-A-S-I-E-L-L-A, Kashiella. Daarom creëren kunstenaars in het droogdok van de NDSM-werf een theatrale ontmoetingsplek met een avondvullend programma. Waar alle ruimte is om persoonlijke ervaringen samen te laten komen met eeuwenoude symbolen en rituelen in een hedendaagse vorm met hier en daar een vleugje humor. We beleven deze avond samen, want het is waardevol om gezamenlijk stil te staan, te rouwen als ook te genieten. Een ode aan de sterfelijkheid en daarmee aan ons eigen leven te brengen. Jopie. Papa en mama. Pieter Langeveld. Mindert. Zegen. Opa Jantje. Marijn. Mama Lies en Tien. Johan. Thea. Mozes. Mike en Anke. Vrouwen komen en verdwijnen. En je heel leven bestaat uit 7 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, kwijlend en piepend en jankend naar de tiet van je moeder. Vannacht is alles bezopen, de straten, de wolken, het donker. Ik krijg duw na duw, de duwen maken de weg blind. Convoy Exceptioneel creëert elk jaar op 1 november op de NDSM-werf de Nacht van de Doden. Een theatrale ontmoetingsplek waar je als aanwezige niet alleen toekijkt, maar ook deelnemer bent. Samen maken we de Nacht van de Doden. We'll be right back.